Een hondenbezitter verzet zich tegen een boete voor het niet opruimen van hondenpoep. Deze boa is getuige. Goedemorgen. Ja, daar zitten we dan. Ja, want waar het om gaat, u zou op 16 februari van het vorig jaar in Oldenzaal een hond uitgelaten hebben. En dat dier zou daar zo... Peppy, even normaal doen. ...gepoept hebben. Ja. Nou, wat herinnert u zich nog van 16 februari vorig jaar? Ik heb gezien dat die hond daar de behoefte deed en dat hij dat niet opruimde. En ik heb ook gezien dat die hond daar poepte. Wat een hoerige zeik. Nou, meneer de officier, wat is uw idee over deze zaak? Het is gewoon echt smerig. Het is echt een overlastfeit. Peppy, even liggen. Het is natuurlijk al vervelend als je erin trapt en je hebt bijvoorbeeld dieren dan met je handen in te leggen. Doe het de volgende keer beter. Let daar gewoon beter op. Scheidhond. Uitgangspunt is €140. Peppy, normaal doen. Wat wilt u daarop zeggen? De vraag is me helemaal ontgaan. Ik was met die hond in de weer. Een scheidbeest.